Alvester GP Plus RV3 is een topklasse leren jas en alweer de derde reeks in de varianten van de GP Plus versie. De jas heeft dezelfde protectie, maar dan wel een nieuwer design. Ik ben Marjolein van MKC Moto en in deze review ga ik je alles vertellen over de Alpistar GP Plus RV3 beschikbaar bij MKC Moto. De GP Plus RV3 is een sportieve leren jas uitermate geschikt voor de sportievere motorrijder. Dat kunnen we zien aan de hele pasvorm van de jas. Hij is wat korter en hij heeft ook een wat meer sportievere houding. En we zien hier ook de graphics die er echt voor zorgen dat je echt een snelle circuit uitstraling krijgt. De jas zelf is niet waterdicht, dus echt uitermate geschikt voor de zomerse seizoenen. We zien hier ook enkele ventilatiemogelijkheden zitten, waar we zo meteen op terugkomen, wat het dus echt een fijne jas maakt voor de warmere dagen. Wanneer we gaan kijken naar de veiligheid van de jas, dan is de volledige buitenkant gemaakt van een 1,3 mm dik rundleer. Nou, rundleer heeft als eigenschap dat het heel flexibel wordt naarmate je het langer draagt, maar tegelijkertijd ook heel slijtvast is. Mocht je dus komen te vallen, dan ben je er zeker van door dit materiaal dat de jas gewoon goed bij elkaar blijft. Nou, buiten dat de volledige buitenkant voorzien is van rundleer, zien we hier aan de binnenkant van de armen een Kevlar stretchmateriaal zitten. Stretchmateriaal zit juist op deze plekken om de bewegingsvrijheid van de jas te voorzien. En Kevlar heeft als eigenschap dat het een slijtvaste vezel is, dus je levert niet in op de veiligheid door wat meer aan comfort te denken. Wanneer we verder gaan kijken naar de veiligheid van de jas en we draaien door naar de zijkant, dan is allereerst wat opvalt hier de TPU-slijder op de schouder. Deze zit op deze plek omdat dit vaak de eerste plek is waar je, waarmee je het asfalt raakt mocht je komen te vallen. Verder zitten ook nog op de impactzones, dat zijn op de schouders en op de elleboog, flexibele protecties. Deze vallen als het ware als een soort matje om je armen heen, waardoor je er geen last van hebt, maar mocht je komen te vallen, biedt het wel de veiligheid die je kunt verlangen van de protectie. Als we dan verder doordraaien naar de achterkant van de jas, dan zit er hier aan de binnenkant van de jas een compartiment die je eventueel kunt uitbreiden met een level 1 of een level 2 gekeurde protectie. Nou, level 1 staat er onbekend dat het iets meer flexibiliteit biedt. Level 2 is de hoogste mate van impactprotectie. Dus dan weet je zeker dat je echt de hoogste veiligheid hebt die je kunt verlangen van een jas. Wanneer we naar de onderkant gaan kijken, dan zien we hier onder de rug een lange verbindingsrits lopen. Nou, deze kun je gebruiken om eventueel aan te ritsen aan een leren broek of een textiele broek van Alpistar. Buiten dat het de voordelen heeft dat er geen wind van buiten naar binnen kan komen, zorgt er ook nog eens extra voor dat je meer veiligheid krijgt, omdat je de jas en de broek dus aan elkaar bindt en een geheel vormt. Wanneer we verder gaan kijken naar het comfort, dan zien we hier allereerst aan de onderkant dat de rug wat langer doorloopt. Het heeft als voordeel dat je rug niet bloot komt als je wat naar voren in een sportievere houding zit. We zien hier wat verder naar boven ook wat ventilatiegaatjes zitten. En deze zorgen ervoor, omdat het aan de voorkant ook zit, dat de ventilatie gewoon door de jas kan komen en je lichaam dus goed kan verkoelen als dat warmer wordt. Aan beide kanten hier bij de schouders zitten accordeon stretchpanelen. Deze zorgen ervoor dat je goed kunt bewegen. Juist op deze plek kan er wat extra spanning komen te staan. En doordat het materiaal hier zit, kun je dus wat soepeler bewegen in je jas. Als we dan weer terugdraaien naar de zijkant van de jas, dan zien we allereerst hier zo ook weer een stretch lopen. Zit aan beide kanten hier onder de oksel en op de ellebogen. Nou, deze accordeon stretch zorgt er dus net voor op de rug voor dat je, als je in de rijpositie zit, dat je dan wat soepeler kan bewegen. We zien hier aan de bovenkant ook een reflectiestrook lopen. Nou, deze zorgt dus voor dat mocht het buiten wat minder zichtbaar zijn, wat donkerder, dat je dus wat meer opvalt in het verkeer. Als we dan helemaal naar beneden gaan, dan zien we dat de jas aan beide kanten wordt afgesloten met een klittenbandsluiting. Nou, deze kun je dus gebruiken om eventueel de jas wat te verstellen. Mocht die wat strakker moeten zitten, als je daar wat meer behoefte aan hebt, dan kun je hem hier dus ook stellen door middel van de sluiting. Als we dan weer helemaal terugdraaien naar de voorkant van de jas, dan zien we allereerst als we naar de ventilatie gaan kijken, dat ook hier weer ventilatiegaatjes zitten. Nou, deze zitten dus aan de voorkant en aan de achterkant, dus het waait gewoon lekker door. Ventilatie zit ook hier onder bij de armen. Door middel van de ritssluiting kun je die openmaken. En dan heb je hier ook op deze plek wat ventilatie zitten. Mocht je dus in de rijpositie zitten, dan heb je hier echt wat aan. Verder is er ook nog wat opbergmogelijkheden in deze jas. Aan de buitenkant zitten twee ruime steekzakken. Die worden afgesloten door middel van een ritssluiting. Deze kun je dus gebruiken om wat spulletjes in mee te nemen. Houd er wel rekening mee dat aan de buitenkant de zakken niet waterdicht zijn. Mocht je waardevolle spulletjes hebben die niet nat mogen worden, dan zit er aan de binnenkant van de jas wel een waterdicht compartiment die je kunt gebruiken voor die waardevolle spulletjes. Wanneer we gaan kijken naar de mouwen van de jas, dan zien we dat deze worden afgesloten door middel van een klittenbandsluiting. En daarachter zit een ritssluiting. Nou, als we deze open doen, kun je zien dat die echt helemaal open gaat.
kun je je handschoenen dus eventueel onder je jas dragen en door middel van de ritssluiting en een klittenband de mouw weer goed afsluiten. Wanneer we dan verder gaan kijken naar de binnenkant van de jas, we gaan de jas openen, dan zien we allereerst dat de ritssluiting wordt afgesloten door middel van een stukje leer met klittenband. Nou, dit zorgt ervoor dat je ritssluiting niet vervelend kan gaan klapperen. En daarachter kun je dus de rits openmaken. Dan zien we hier aan de binnenkant zien we gelijk het meshmateriaal. Nou, meshmateriaal zorgt ervoor dat eventueel overtollige lichaamswarmte, lichaamsvocht, makkelijk kan worden afgevoerd naar buiten toe. Zodat je ook tijdens de warmere dagen comfortabel in je jas blijft. We zien hier aan de zijkant ook het waterdichte compartiment. Nou, dit is dus heel erg handig mocht het nou ook in de zomer een keer gaan regenen. Dan kun je dus gewoon je waardevolle spulletjes hierin meenemen. Pasjes, telefoon. Is gewoon veilig tegen de weersomstandigheden. Tot slot zien we hier aan de bovenkant dat de kraag is afgewerkt met een neopreenlaagje en 3D mesh. Beide materialen zijn heel zacht en zorgt ervoor dat je kraag niet kan gaan irriteren in je nek. En dat ook hier de warmte makkelijk kan worden afgevoerd naar buiten toe. Nou, Oscar hier is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 75 kilo en draagt van de Alpistar GP Plus R V3 een maat 50. Nou, zoals jullie kunnen zien is die wat te groot. Een 48 zou bij hem beter staan. Hou er bij leer altijd rekening mee dat het bij het passen best wel wat strakker mag zitten. Leer gaat namelijk best wel wat oprekken. Hou er rekening mee dat hij echt wel gewoon goed overal moet aansluiten. Zodat de protectoren ook gewoon op de plek blijven zitten. Wil je nu weten wat de ideale maat is voor jou? Blijf dan even hangen. Wil je nu het product komen proberen of bekijken? Dan ben je altijd welkom in een van onze winkels of online op onze webshop. Vond je deze video nuttig? Laat het dan ons even weten met een duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven wanneer wij een video online zetten? Dan kun je dat doen door op het belicoontje te klikken. Wil je op de hoogte blijven van alles wat we bij MKC Motor doen? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal of volg ons op Facebook of Instagram. Ik ben Marjolein van MKC Motor. Bedankt voor het kijken.